Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. De laatste tijd heb u niet heel veel video's van mij gezien. De reden daarvoor is dat ik om de een of andere reden de laatste tijd regelmatig ziek ben en ik heb geen idee waarom. Gaat nu weer wat beter. Ik weet niet of ik ernstige dingen onder de lee heb, dat denk ik niet. Eén keer corona gehad, één keer voedselvergiftiging. Nu net aan het herstellen van een buikgriep. Maar daarom dat er niet zo heel veel video's zijn geweest. Ik ga vandaag toch weer een video maken. En ik ga weer terug naar een onderwerp wat ik al een paar keer behandeld heb. Maar waar ik gewoon simpelweg niet tevreden ben over de eindresultaten. En waar ik toch van denk van ja, het zou toch eigenlijk moeten kunnen. Kun je je herinneren, nog niet zo lang geleden maakte ik een video over laser op transparant acryl, omdat iemand mij gevraagd had van waarom gebruik jij nu metalen plaat met grijze verf, waarom niet zwarte tempera verf, wat je dan weer wel op glas gebruikt enzovoort. En toen heb ik een proef gedaan daarmee en die proef die was niet tevredenstellend. Dat was eigenlijk heel erg slecht als ik eerlijk ben. Daarover nadenkend denk ik toch dat ik daar iets meer mee moet doen. Ik ga het opnieuw proberen. Ik ga opnieuw tempera verf aanbrengen op een acrylplaat. Ik ga hem aan de bovenzijde laseren. En ik ga dit keer maar eens gewoon simpelweg beginnen met een power scale. En niet met simpelweg met settings die ik gewend was en dat soort dingen. Nee, ik ga een power scale gebruiken. Ik heb nu eenmaal een andere laser. Die is een heel stuk sterker dan wat de andere lasers waren. En met die power scale ga ik eens proberen om vast te stellen, om te kijken of ik ergens goede resultaten mee kan boeken. Wat ik ook ga doen, ik ga geen metalen plaat aan de onderkant leggen, want daardoor kreeg ik juist verbrande plekken op dat acryl. Ik ga er hout onder leggen. Aanleiding daartoe is een video die ik gezien heb van Arthur zelf over het laseren van acryl. Ze zijn wat makkelijk daarin. Ze gebruiken ook gewoon een zwarte verf, geen tempera. Maar tempera heeft nou juist het voordeel dat het heel makkelijk te verwijderen is. Dus ik wil het toch gaan proberen met tempera. Ik weet niet of het lukt. We gaan het zien. Ik ga dus opnieuw een acrylplaat met tempera verf insmeren. Wachten tot dat droog is en dan gaan we daar een power scale op maken. Ik hoop dat je de video leuk gaat vinden. In die video deden ze van één kant van de acrylplaat, deden ze zeg maar de tape, en dat is een papieren tape, verwijderen. Nou, wij hebben hier plastic tape. Als we straks laseren, voordat we laseren, zullen we van allebei de kanten dat plastic moeten verwijderen, anders krijg je een rommeltje. Kijk, op het moment dat het inderdaad een papieren afdekking is die er bovenop zit, ja, dan kan je de onderzijde laten zitten. Want die wordt dan alleen maar weggebrand en meer niet. Ik haal dus de bovenzijde eraf. Ik ga dit met tempera verf voorzien. Nou, dat gaat heel eenvoudig. Pakken de tempera verf, hele goedkope verf. Hè? Gewoon bij goedkope hobbywinkels te verkrijgen. Zo. Hoppakee. En dat ga ik insmeren. Over de plaat. Liefst met zo'n sponskwastje, dat is het mooiste, dat werkt het fraaiste. Dus dat ga ik ook weer proberen te doen. Het droogproces gaat wel een tijdje duren, dat kan je eventueel versnellen hoor, als je dat zou willen. Dan zou je bijvoorbeeld een föhn kunnen nemen om die om daar op te blazen. Dan zal je absoluut zien dat die sneller droog gaat zijn. Ga ik lekker niet doen. Ik ga hem gewoon lekker normaal laten drogen. Het is normaal de bedoeling dat je zo even mogelijk spray, daarom dat ze spraypaint gebruiken daar op die Chinese websites. Daar hebben ze ook gelijk in. Ik zou ook met tempera verf spray gebruiken. In die zin dat zeg maar wat ik dan doe is vaak een compressor met zo'n verfspuit. En dat geeft dan ook een redelijk even geheel. Alleen ja, het weer is nog niet zo dat ik zeg van ik ga lekker buiten. En ik zei al, ik ben aan het herstellen van een buikgriep. Dus ik ga niet voor de gezelligheid even buiten staan met mijn spraypistool om dat even te regelen. Ik denk dat we iets meer tempera verf nodig hebben.
Anders wordt het iets te doorzichtig. Dus even iets meer verf erop. Zo. Je ziet, ik hou van kliederen. Maar nogmaals, tempera verf heeft als voordeel dat je het ook heel gemakkelijk met water kunt verwijderen, want het is waterverf. Dus het stelt nou ook weer niet zo verschrikkelijk veel voor. Zo. Nou, we gaan het laten drogen en daarna gaan we een power scale creëren. En met die power scale gaan we kijken wat het eindresultaat gaat worden hiervan. Goed, die power scale die gaan we in Lightburn opzetten. Lightburn heeft daar een hele mooie functie voor. Als we bovenin de balk gaan naar laser tools, dan zien we daar een material test staan. Als ik die aanklik, dan krijg ik dit venstertje te zien en daar kan ik een heleboel in aanmaken. Ik kan overigens ook, als ik iets heb gemaakt, dat opslaan als een preset. Dat zou wel eens handig kunnen zijn als je het veel gaat gebruiken. Ik ga 10 bij 10 blokjes maken. En die blokjes, dat kunnen we hier onderin zien, die gaan 5 mm bij 5 mm zijn. Ik ga het centreren op het werkblad, vandaar die 200 mm bij 200 mm. En daartussen zitten de belangrijke dingen. Je kunt namelijk hier gaan instellen van wat op de ene as moet worden geplaatst. En dat is in dit geval de snelheid. En wat op de andere as moet worden geplaatst. En dat is op dit moment het vermogen. Wat ik ga doen, ik ga verticaal, oftewel bij de rijen, ga ik dus de snelheid doen. En daar begin ik bij een snelheid van 500 mm per minuut. Even instellen, zo. En het eindigt bij 5000 mm per minuut. Nou, als je dat eens 10 keer doet, dat betekent dat hij stappen maakt van 500 als het goed is. Ja. Oké, aan de rechterkant ga ik het vermogen doen. Daar ga ik beginnen bij 5%. Dat is heel weinig, maar wie weet is heel weinig wel goed in dit geval. Dat weet ik niet, dat zou best kunnen. En dan ga ik eindigen bij 90%. Komt niet helemaal goed uit, zullen we straks zien. Is ook niet zo erg, want we krijgen straks in tekst eronder te staan met welke waarde op welke rij vertegenwoordigd is. Dit zijn de basic instellingen. Deze worden zometeen door de andere instellingen niet overruled. Want het volgende wat ik ga doen, zijn de andere standaard materiaalsettings instellen. Nou, wat ik ga doen, ik ga hem zetten op 2000 mm per minuut. Dat is de algemene instelling dus. En een maximaal vermogen van 40%. Ik zet hem op veel. En ik laat hem niet meer als 254 lijnen per inch doen, want dat is het maximum wat deze Arthur Laser Master 3 aan kan. Dat is overigens meer dan voldoende hoor, laten we dat voorop stellen. En dat sla ik op. En dan doe ik ook de rechterkant nog, dat is de Edit Text Settings, want dat wordt natuurlijk wel echt gelezen. Dat zijn de tekstinstellingen. Die zet ik op 3000 en dan 25% maximaal vermogen. Zeg ik dat goed? Even kijken of ik dat goed zeg. Even terug, de vorige. Dat is dus de material settings 2000 bij 50, sorry. Ik doe dit op een andere computer, vandaar dat ik dat even moet afkijken van foto's die ik gemaakt heb. En de settings aangaande de tekst, die doe ik op... 3000 bij 25 inderdaad. En met deze settings ga ik dan zometeen die actie uitvoeren. Dit is overigens wel op lijnbasis, dus niet op fill. Maar ik verander dat toch naar fill nu. Want hiermee heb ik het gedaan en hier doe ik hetzelfde, 254... krijgen we iets betere settings van. Dus, deze settings, dit zijn zijn hoofdsettings. Dit is de rest van de materieel settings. Hè. Eigenlijk komen die twee niet meer in bod, maar wel het feit dat het veel is, want deze twee zijn overruled door die andere settings die hieronder gebeurden. En dit is daar belangrijk bij. Terwijl bij de text settings, dan zijn het compleet eigen settings. 3000 mm per minuut, 25%. Fill setting 254
lijnen per inch. En met die settings ga ik uiteindelijk deze powerscale doen. We gaan een nieuwe poging doen. Bij de eerste poging heb ik, net zoals in die video getoond werd, de acrylplaat gewoon op die houten plaat gelegd. Met de temperaturen en de snelheden die ik daar gebruik, en die waren toch echt hoger dan dat ze in die video gebruikt werden, versmelte deze acrylplaat simpelweg met die houten plaat. Dus wat ik gedaan heb nu, en dat is de tweede poging, ik ga nu de houten plaat nog steeds eronder, maar de acrylplaat op een verhoging, zodat er lucht tussen komt, kijken wat dan het resultaat is. Oké, de tweede test was in elk geval beter, dus met andere woorden de test waarbij die op pootjes lag, waardoor die niet rechtstreeks op het hout zat, de rechterkant zat rechtstreeks op het hout, dat is een rommeltje geworden. Linkerkant minder ernstig. De bruine vlekken die je ziet zijn voor een gedeelte afkomstig uit de burn van de eerste. Maar ik moet het nog even gaan schoonmaken. We gaan het even schoonmaken en dan gaan we zien wat het resultaat is van deze test. Hier hebben we het testresultaat. Let niet op de rechterkant. Daarbij lag dus de plaat rechtstreeks op het hout. Ook rechts onder de bruine vlekken komen uit die eerste burn. Ja. De linker, daar zien we toch dat er wel een behoorlijk resultaat is. En dat is misschien heel moeilijk te zien. Ik ga proberen me wat meer naar het daglicht te houden, zodat je dat wat beter zien kan. Dat is vrij lastig. Maar hier zal ik een keuze uit moeten maken. Want het lijkt toch alsof er wel resultaat geboekt is. En met dat resultaat moet ik even gaan testen, gaan doortesten. En als ik het zo bekijk, dan zeg ik, dan zou ik kiezen ergens voor 3000 mm per minuut. Bij 42,8 graden. En nou, het mag iets minder zijn, denk ik. Hè? Dus ik zou iets van 3000 bij 40 doen, zeg maar. Dat zou, zeg maar, mijn keuze zijn. En als ik kijk naar de tekst bovenin, die is gedaan bij 3000 bij 25. En die ziet er ook niet heel slecht uit, zie je dat? En aan de linkerkant ook, tekst bij 3000 bij 25. Dat is niet verkeerd. Ik ga opnieuw tempera aanbrengen om dan een tekeningtest te doen op de onderkant van de plaat waar nu mijn vingers zitten. Dat is wat ik ga doen. We gaan beginnen met de finale test. Dat is dus nu gewoon een afbeelding van een kasteel. Wat we op de rechterhelft van de plaat gaan lezen. Je ziet het stuk wat ik zwart geschilderd heb. Niet helemaal, maar een deel daarvan. En dat ga ik doen met die nieuwe settings. Wederom, dus een goede centimeter is die van de bodem af op die 4 cups. En ik gebruik de settings 3000 mm per minuut en 40% power. We gaan zien wat daar uit gaat komen. Zo, het kasteel staat erop. Dit zijn natuurlijk een stuk dunnere lijnen dan zojuist die blokjes en de teksten. Ik ben dus heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren als ik nu zometeen de tempera verf ga verwijderen. Want dat ga ik nu doen. En dan kijken hoe dat eruit komt te zien. Goed, het is wat moeilijk in beeld te brengen. Maar je ziet hier een ragfijne afdruk van het bewuste kasteel. Dus ook met dunne lijntjes. Ja, als je heel goed kijkt zitten er nog imperfecties in. Maar dat heeft alles te maken met het feit, en degene die goed opgelet heeft, heeft het ook wel gezien, dat het aanbrengen van de tempera verf niet 100% gelijkmatig was. Dus dat accepteer ik. En ik moet dus mijn resultaat van de vorige keer corrigeren. Het had duidelijk wat meer tests nodig en ook wat meer tweaking nodig. Kan dus simpelweg zeggen, het geheim zit hem erin, houd de plaat onderop. Daarop iets van afstandshoudertjes van ongeveer een centimetertje. Daarop de acrylplaat op de bovenkant tempera verf aangebracht, zo gelijkmatig mogelijk. 3000 mm per minuut, 40% power op een 10 watt laser. En daarmee kun je dan dus dit soort hele leuke resultaten bereiken. En ik weet bijna zeker dat als ik dit op licht zet, dat je dan een hele mooie afdruk krijgt. Ik zal even proberen of dat lukt hier. Probeer je dat te laten zien. Kijk, dan krijg je dus zoiets. Ik zal proberen wat kleuren te veranderen van de verlichting. Dus die blauw. Ja, dit is natuurlijk ontzettend leuk. Het ziet er leuk uit. En met hele dunne lijntjes. Zeer tevredenstellend.
Sven, ik geloof dat jij, of Piotr was het, ik geloof Peter. Peter was degene die mij de vraag stelde daarover. Peter, dank je wel voor die vraag. Want je ziet dat na uitgebreid testen we uiteindelijk toch tot een resultaat komen. En ja, zoals je zei, waarom gebruik je geen tempera-verf? Het kan dus inderdaad wel. Dank je voor die tip. Ik hoop dat u het leuk vond. Tot een volgende keer. Dag.